Dames en heren, hartelijk welkom in het collectiecentrum van het Amsterdam Museum. Speciaal welkom aan wethouder Gerels en aan Wim Quist, architect van het gebouw, met zijn collega's van Quist Wintermans Architecten. En natuurlijk ook aan alle overige betrokkenen bij de bouw, de inrichting, de verhuizing, de verzorging, de bestudering en noem het maar op van de collectie Amsterdam zoals hij hier in het collectiecentrum is of wordt ondergebracht. Laat ik zeggen dat begin jaren 90 eigenlijk al, kort na het aantreden van de nieuwe directeur van het Amsterdams Historisch Museum, Pauline Kruseman, gesprekken werden gevoerd met de gemeente over een nieuw depot. In 2007 wordt er dan een stukje land in Noord gevonden. En dat is ook echt dankzij de fantastische samenwerking met het stadsdeel Noord, waarvan gelukkig ook vandaag twee wethouders maar liefst aanwezig zijn. Het is ook niet niks, zo'n kostbaar gebouw met zulke kostbare inhoud in je stadsdeel. Maar wij praten ook over de toekomst met elkaar, over mooie projecten die we met elkaar kunnen gaan doen. Maar vandaag, dames en heren, is de stad Amsterdam jarig. En wij wilden graag de stad Amsterdam de collectie als het ware teruggeven op haar verjaardag. We hebben dit moment gekozen om te zeggen, hier is voor u uw collectie Amsterdam, oftewel van ons. We zijn niet altijd positief in het nieuws en er is ons weer wat overkomen. Dankzij intelligente, sluwe, goede journalisten uit Amsterdam-Noord. U begrijpt wel zo'n verhuizing, dat gaat gepaard met ook natuurlijk wat selectiecriteria. Dat hadden we eigenlijk niet aan de openbaarheid prijs willen geven. Maar het is klaarblijkelijk dus toch doorgekomen. Als je zoveel moet verhuizen en je hebt vooral zoveel ambtelijk meubilair waarvan je denkt, moeten we dat nou allemaal bewaren? Dan wil je wel eens wat bedenken. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat het dus zo in het nieuws komt dat op één pagina in het Amsterdam Noord Stadsblad deze combinatie wordt gemaakt. Het gaat over designmeubels uit het verleden. Geachte aanwezigen, Amsterdam mag trots zijn. Het Amsterdam Museum is een museum met een bijzondere en rijke collectie. De collectie is sinds de 16e eeuw intact en is door eeuwen heen blijven groeien. Amsterdam was rijk en kende door de eeuwen heen weinig oorlogen en rampen. Met trots vieren wij de opening van het gloednieuwe collectiecentrum van het Amsterdams Museum. De hele collectie onder één dak. Jarenlang een droom, Paul zei het al. En als u Paulien Kruseman ziet, dan weet u het zeker. En vandaag werkelijkheid. Amsterdam is een ondernemende stad. Wij nemen met ons bouwen wel eens wat risico's. Ik denk dat de stad daar op lange termijn zeker van zal profiteren. Maar op korte termijn hebben Amsterdammers daar soms ook last van. Het is fijn dat het hier absoluut niet is gebeurd. Hier staat een prestatie van formaat. Een collectiecentrum dat voldoet aan alle eisen van de moderne tijd. Ik dank u en ik dank u vooral voor het feit dat Amsterdam een belangrijke nieuwe voorziening rijker is, waar wij alle van kunnen genieten, maar waardoor vooral geborgd is dat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van het alles wat Amsterdam voortbrengt. Ik dank u buitengewoon. In de collectie van het Amsterdam Museum bevinden zich tientallen bundeltjes kinderkleren. Kleine stapeltjes met een hemd en een katoenen lap, een muts, een laken en een paar wandjes. Op het eerste gezicht zien die kleertjes er een beetje popperig uit, alsof het meisjespeelgoed is. Maar het gaat hier om bittere ernst, want achter elk van die stapeltjes gaat een leven schuil, een geschiedenis. Wat er van alle jongetjes en meisjes geworden is die in die kleren gevonden werden, is in de meeste gevallen niet meer na te gaan. De moeders die hun kinderen al dus afstonden, deden dikwijls juist zoveel mogelijk moeite om de identiteit van het kind niet prijs te geven. Ik wens het bestuur van de stad Amsterdam van harte geluk met de opening van dit prachtige gebouw. En ik wens het Amsterdam Museum veel inspiratie en veel succes met haar taak om, en dat louter in overdrachtelijke zin, uit dit collectiecentrum alles te halen wat erin zit. Ik dank u wel. Ik wou jou vragen, heb jij zelf al een steen? Een steen? Een steen.
Nee, ik heb nee. een fossiel, maar geen steen. Dan ben ik blij dat je nog geen steen hebt. Wij schenken jou als dank voor jouw fantastische verhaal een barnsteen. En dat is een steen die door de natuur bij ons op de stoeprand is geworpen. Ik weet niet of je het weet. Dit ligt op de stranden van de Noordzee en de Oostzee. Het is versteende hars van een boom. En is alleen daar te vinden. En wordt ons letterlijk als vondelingen aangeboden. Ik hoop dat je dit als symbool wilt accepteren. En dat jij ook op jouw nachtkastje geen grote, maar wel een mooie barnsteen wilt neerleggen. Mooi, dank je zeer. Dank je wel. Dan gaat er nu iets gebeuren achter u. In 1991 begon ik mijn werkzaamheden bij het Amsterdamse Historisch Museum. En ik had een kennismakingsgesprek met René Kistemaker. En in een bijzin zei ze, nou ja, en je moet in ieder geval regelen dat er een nieuw depot komt. En ik dacht met mijn optimisme en met mijn liefde voor collecties, nou, dat gaan we toch doen. Dat moet toch te regelen zijn. Het moet gewoon een goede schoenendoos worden, groot slot erop. En heel zuinig en heel goed in exploitatie. Want die hadden Ellen en Lucy ook uitgerekend. En je dacht, nou, dat meisje heeft nog veel te leren. Je zei, weet je, laat mij nou maar eens beginnen met de eerste schetsen maken. En van die schoenendoos kan je ook nog iets heel leuks maken. Nou, u krijgt straks de kans, voor zover u er niet al geweest bent. Het is een fantastisch gebouw geworden met een schitterend uitzicht daar op het IJ. En ik zou heel graag de eerste schetsen aan Paul willen aanbieden voor de collectie Amsterdam en een stukje geschiedenis van onze eigen organisatie. Gusta, en ik heb voor jou ook nog een klein cadeautje. Natuurlijk heel hartelijk dank aan Paulien voor de mooie woorden en de mooie cadeaus. Maar ik wil jullie iets vertellen en laten zien. Een zegelring. Hier in het collectiecentrum, in de multifunctionele ruimte die al eerder werd genoemd, heeft Ted Note 6000 zegelringen met het opschrift van ons aan de wand bevestigd. Gisteren heeft atelier Ted Note samen met het Amsterdam Museum de installatie gerealiseerd. En u kunt dat straks boven bekijken. Nu wil ik heel graag aan Inge Jolijn, coördinator van onze vrijwilligers, vragen om symbolisch 2 van de 10.000 ringen aan te bieden aan Truus Kuivenhoven als vertegenwoordigster van de vrijwilligers en Rutger Schimmelpennink als vertegenwoordiger van de verzamelaars. Yeah.